Yo mensen van Inzoom Games en welkom bij weer een nieuwe video. En ja, vandaag ga ik weer een pack opening doen van Footwatch. Dus ja, FIFA 6 pack opening eigenlijk gewoon. En ja, er zijn speciale packs. Valentine pack. Dus ja, die gaan we in deze aflevering lekker openen. Even kijken of er nog meer is. Oh, dit heb ik ook nog nooit gezien. Scandinavia pack. Maar misschien is dat ook nieuw. En maar we gaan in deze aflevering denk ik Valentine packs openen. En Legend Shot packs. Dus... ik begin lekker met de Valentine's pack. Het is vandaag Valentijn, of hoe je dat ook zegt. Ik vind dat echt kut. Maar ja, ja, ik heb er niks aan. Oh, we hebben Mom, get the camera. Die hebben we tenminste. Die had ik nog niet. Waarom krijg je telkens bonbons ofzo? Dat is echt dom. Allemaal zilver spelen, serieus. Oké, hoe kast die? Ach, oké, nice. Martial ofzo. Oké, dit is allemaal shit. Die kunnen we skippen, dit ook. Moeten we af wat lekker goeds krijgen, want ja, ik heb al een hele tijd niet meer iets goeds gepakt. Ja, ik heb het ook al een hele tijd niet gedaan. Dat is vanwege, ja, ik vind het ook leuker om echte packs te openen, want dit zijn natuurlijk niet echte packs. Maar als wife, what the fuck. Ik wist niet dat je die ook in deze packs kan krijgen. Dat is eigenlijk best wel logisch. Maar ja. We gaan gewoon door. Ik hoop dat iemand die goed is gaan pakken. Kom op. Nee. Anders gaan we gewoon door naar de Legend Shot Packs. Oké, dit is allemaal zilver. Daar hebben we niks aan. Allemaal brons, nog helemaal niks aan. Oh, dit is wel allemaal goud. Holy shit. Echt, dit zijn een soort van random packs of zo. Zo, we gaan door. Kagawa, die had ik al. Ja, deze ook, allemaal. De meeste heb ik al. En van Feyenoord en van Ajax. Maar gelukkig heb ik Veldman al, maar die hoeft niet, die van Feyenoord. Oké, ik ga even naar Legend Shot Packs, want ik denk dat het even beter is. Valentine Packs zijn niet echt zo heel bijzonder, zoals jullie zagen. En we hebben Higuain. Die is nice. Tja, Valentine... hey Royce. Mijn lievelingsspeler, hè. Dus dan weet hij niet wat ook. Aubameyang. Zo, 47k, nice. Volgens mij zien echt FIFA al een heel stuk verlaagd. Weet ik bijna wel zeker. Oké. Nee, niks. Game, die had ik ook nog wel waarschijnlijk. Andersop had ik hem al op mijn andere account. Oké, goed. Die heb ik al. De bruine, die krijg ik bijna altijd. Dat is echt heel vervelend. Bijna ook al lang. Paillé. Zeg je het zo, Paillé? Volgens mij wel, want het is Frans. Dus, maar we gaan gewoon door. Ik weet niet precies hoe lang deze video gaat duren, maar ja. Want ik moet zo meteen naar mijn oma. Dus, ja, het is zondag. Dan ga ik altijd naar mijn oma en Danny ook. Dus, oké. Doumbia. 20k, zo. Dat is echt niet slecht. Ik dacht dat die wel wat minder was eigenlijk. Doumbia is niet zo heel hoog gereden. Kane, hoeveel is die nou waard? 10k, ja, ik sla hem wel voor op, joh. Ik hoop echt dat we een keer een legend packen. Dat zou echt geweldig zijn. Ik heb al een keer een legend gepakt. Holy shit. Dit is een nice pack, hoor. Lewandowski en in vorm. Nice. Lewandowski had ik nog niet op dit account, dus dat is wel nice. Oké, ik hoop echt dat we nog een legend packen. Dat zou echt geweldig zijn. Aurier. Terry. Ja, die heb ik al. Die heb ik ook al. Oké, we moeten even iemand krijgen die we nog niet hebben. Kom op. Mandy. Oké. Deze komt waarschijnlijk op, ik weet niet. Ik denk op maandag of dinsdag of woensdag online. Eén van die drie of zo. Want ja, vandaag ga ik al denk een andere video online gooien. Denk een random game spelen. En misschien nog in Inzoom 11, dus. Dan weten jullie dat. Nou ja, eigenlijk hebben jullie daar niks aan. Want dan staat het online en dan komt deze video erna nog. Dus als ik dat in deze video vertelde, heb het geen nut. Want dan staan ze al lang online. Dus, want ik ga deze video al later uploaden, dus. Ik neem deze op zondag op. Oh, even kijken.
Latest in packs, upgraded players. Oh. Oh, dat zijn. En Team of the Week. Oké, nice. Schweinsteiger. Dus je hebt ook upgraded spelers. Dat is wel nice. Volgens mij zijn sommige ook gedowngrade. Dus dat is wel kut. Maar ja, boeien. Boateng, die had ik al. Cardona, nice. Het is een inform, dus dat is nice. Pak hem nog aardig veel. Nog aardig wat goeds, dus. Het is niet slecht, maar ja. Ik zou ook wel graag een legend willen. Ik heb echt maar één keer een legend gepakt. Het is best wel moeilijk om hier op een legend te pakken. Echt maar, ik heb ze gewoon gespamd, die packs gewoon. En toen kreeg ik uiteindelijk een legend. Dus dat was wel nice. Alleen ik wil hem ook een keer in een video krijgen. Als ik die ene legend krijg straks die ik al had, dat zou echt kut zijn. Maar ja, dan heb ik hem in ieder geval gepakt in een video. En we hadden weer een inform. Van 80 edit. Dat is wel aardig. Iets van 10k was hij volgens mij. Ik zag het niet zo goed. Maar ja, we hebben in ieder geval een club gestoord. Dus kunnen we hem altijd nog bekijken. Oké, we gaan lekker door. Aubameyang die had ik net al gepakt. Cavani, hoeveel is die waard eigenlijk? Oh, echt heel weinig. Dat heeft ook geen nut om hem nog een keer op te slaan. Want hij is echt maar 1k waard ofzo. Dus ik ga ook weer een muziekje om deze video editen. Alleen, ja, dat ga ik nu nog niet doen. Want de video komt toch later online. Dan kan ik het ook later beter doen. Nu, dan heb ik nu nog geen nut. Ik ga zo toch zo meteen naar mijn oma. En we krijgen nog een inform. Dat is nice. Oké, die hoeft niet. Die is maar 4k. Dus Godin weer. Die heb ik best vaak gepakt in deze aflevering. Hulk, hoeveel is die waard? Ook echt heel weinig. Ik verwacht wel meer van Hulk eigenlijk. Maar ja, dat is hij dus niet. Weer Royce, hoeveel is die waard? 61k, hij is ook wel echt verlaagd van prijs hoor. Eerst was hij volgens mij veel duurder. Zo'n 100k. Maar ja, we gaan gewoon door. Coutinho. Otamendi. Paprika's, had ik al. Ja, ook nog iemand van BVB, dat is wel nice. BVB is toch een aardige goede club. Vind ik wel hoor. Ja, dit is mijn mening, maar ik weet niet wat jullie ervan vinden. Vidal. Die is nice, alleen die is volgens mij gedowngrade. Ik weet niet zeker. Op echt FIFA was die volgens mij gedowngrade. Lukaku, die had ik nog niet. Zijn als je even een club gestoord. Dat is nice, Hernandez. Oké. Ik weet nog wel, toen had ik Hernandez en die had ik op FIFA 14 op mijn team. Dat weet ik nog wel. Toen zat hij nog in Manchester volgens mij. Of het was zijn Nanes of zo. Nou, hij lijkt er wel sprekend op, dus waarschijnlijk zal dat hem wel zijn. Oké, ja. Isco. Kom op. Ik ga denk ik nog 5 packs doen, want anders wordt de video iets lang. Dus dit is de eerste. 1. Oké, tenminste nieuwe speler. Ja, die had ik nog niet. Sla ik deze gewoon even op. Boeien, dan heb ik ze tenminste. Oké, 2. Niks. 3. Niks. 4. Ook niks. 5. Kom op, boom. En yes, dat is echt niet slecht. Want ik had hem al, maar ja. We gaan nog even 1 pack doen. Kom op, please. Bam. Nee, Busquets. Wel weer een Barcelona speler, maar ik had hem al. Dus dan heb ik eigenlijk geen nut om hem op te slaan. Maar ja, mensen, in ieder geval weer bedankt voor het kijken. Dit is een nieuwe video. Vond het leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Laat in mijn comments achter of jullie meer willen zien. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie weer later.